Deze keer gaan we in Photoshop een gouden tekst maken. Iets wat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Ik begin met een nieuw document. Een gouden tekst. En ik zorg dat de achtergrondkleur zwart is. En die kies je daaruit. Je drukt op OK en nu heb je je werkvlak. Daarin gaan we gewoon een tekst typen: een Gouden tekst. Goud heeft natuurlijk een kleur. De meeste mensen denken geel. Maar dat is eigenlijk niet waar. Het is eigenlijk een klein beetje oranje. En we kiezen een mooie oranje gloed. Oké, okay. dit is de basis. Nu moet er alleen nog die gouden glans overheen. En dat doen we door middel van laagstijlen. Je vindt laagstijlen bij laag. Laagstijl. En in dit geval kiezen wij voor schuine kant en relief. Nou, je komt nu in een minuut terecht en je ziet al dat er een klein beetje veranderd is aan mijn letter. Je ziet dat er al een klein beetje de gloed overheen zit, maar hij zit er nog lang niet over zoals we het willen. Nou, dit kun je splitsen in de structuur en de schaduw. Dat doet Photoshop dan ook voor je. En we geven gewoon eerst de structuur wat hogere waardes. En je ziet al dat er het een en het ander verandert, maar het mist nog net die echte gloed. Die zit namelijk hieronder bij schaduw. Nou, wat het doet, um, het gaat de hooglichten nog extra aanzetten en de donkere partijen uh, nog verder benadrukken. En daar kan een bepaalde structuur overheen zitten. Die structuur die heet de glanscontour en die vind je hier. Nou, je ziet dat het uh, een recht lijntje naar boven is. Maar als je op het pijltje klikt, dan zie je dat je andere opties krijgt. En je kunt zo eens verschillende dingen aanklikken. En op een gegeven moment bepalen van, nou, dit is wel uh, de stijl die ik wil. Ik vind deze bijvoorbeeld wel aardig. Klik je weer op het pijltje, dan maak je het weer, min maak je het weer weg. Um, vervolgens kun je dan ook nog van de, de highlights zeggen: van, nou, die wil ik uh, meer of juist minder op laten vallen. En ook van de donkere tinten. En als je nu bijvoorbeeld aan je. Formaat en diepte trekt, dan zie je dat het echt gewoon verandert. Nou, klik ik op oké. OK, dan zie je bij mijn laag dat er onder staat effecten, schuine kant en relief. En dat is namelijk het mooie van als je met losse lagen werkt. Je kunt altijd terug. Want klik ik nou bijvoorbeeld op schuine kant en relief, dan zie je dat ik weer terug ga naar mijn waardes. En dat ik bijvoorbeeld een wijziging kan maken en op oké OK kan klikken. Nou, dit vind ik er helemaal niet uitzien. Dus ik ga weer terug. En ik ga tot dit. Dit is op zich al een uh, redelijke basis. Ik wil het alleen wat zieker. Ik wil uh, de highlights nog extra benadrukken. En ik wil eigenlijk ook gewoon de tekst uh, gespiegeld hebben. En dat in een mooi verloop. Dan staat het net iets zieker. En dat gaan we ook even doen. Het uh, begint heel simpel. Ik dupliceer de laag. En dat doe ik met Ctrl J natuurlijk. Ik zoom een klein beetje verder in dat ik het iets mooier kan zien. En ik selecteer het uh, verplaatsgereedschap. Wat je nu hebt is een klein puntje in het midden. Dat puntje is waar het uh, om gaat. Dat zetten we hieronder neer. En vervolgens klik ik met rechts erop. Verticaal omdraaien. is Mijn tekst is gespiegeld. Alleen dit is natuurlijk geen mooie reflectie. Um, een reflectie loopt langzaam weg en is ook niet zo fel in het begin als de gouden tekst zelf. Dus we gaan een laagmasker maken. En in dat laagmasker gaan we met het emmertje en een verloop. Het is belangrijk dat je hier een verloop kiest gaan we een, een verloop maken in het masker waardoor de weerspiegeling niet overal even zichtbaar is. Nou, waar moet die niet zichtbaar zijn? Uh, Boven in de letter en dat is in dit geval onder in de tekst. Dus daar houden we het zwart en dan laat ik daar het verloop beginnen. Nou, je ziet dat er al een verloop in komt en als ik nou de dekking van de laag lager zet, dan wordt het al een stuk chiquer. Dan Zoom ik weer uit tot ware grootte. En dan zie je dat er daar een mooie reflectie onder zit. Nu wil ik in de gouden tekst uh, bovenin zelf ook nog gewoon wat highlights extra aanlichten. En dat doe ik door een nieuwe laag te maken die ik highlights noem. En vervolgens ga ik met een kwast. En een witte kleur gewoon wat puntjes zetten. Het maakt even niet uit dat ik ver voor buiten letter zit. Dat gaan we dadelijk allemaal oplossen. Nou, Vier puntjes. Wat gaan we nu doen? Deze laag. Gewoon van normaal op bedekken zetten. En hij zal het zwart in de achtergrond negeren. En ik krijg een tekst met wat highlights erin. En zo is mijn gouden tekst klaar. Het mooie is, omdat ik dit nu met letters heb gedaan, of met, met lagen, uh, is dat ik altijd terug kan. Als ik bijvoorbeeld op de gouden tekst klik. klik en ik zou het tekstreedschap selecteren, dan zou ik een andere kleur kunnen selecteren. Ik had het er bijvoorbeeld al over dat echt geel, dat dat niet zo fraai is. Dus als ik. Puur geel selecteer bijvoorbeeld, dan zie je dat dat iets minder is. Maar ik kan dus altijd nog dingen veranderen omdat ik non-destructief werk.